Dus dan zouden ze het kunnen weten. Als ze er op letten, dan... De gemeente van... Een goedemiddag allemaal en welkom bij de Fatbug Forum. Dit is aflevering 3. Vandaag hebben we een interview met Sylvia Lambrechts van Odru uit Nederland. Sylvia, kan je jezelf even voorstellen? Ja, mijn naam is Sylvia Lambrechts. Ik werk voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht, ook wel de Odru genoemd. En wij werken voor 15 gemeenten. En samen met de gemeente werken we aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. En doen we ook toezicht en handhaving op de milieuregelgeving. En dat doen we voornamelijk, of onder andere, op gebied van bodem, geluid, lucht, maar ook op vetlozingen. Sylvia, jij komt net van een inspectie. Jij hebt nog net in een vetput gezeten. Nou, niet zozeer in een vetput, als wel in een rioleringsput om te kijken wat daar de temperatuur was. En tot mijn grote schrik zag ik dat daar toch ook wel behoorlijk wat vetafzetting te zien was. Heel veel water. Volgende week heb ik een controle bij dat bedrijf en dan zullen we het hebben over de werking van hun vetafscheider. Kan je me wat meer vertellen over de regelgeving? Want jij werkt heel nauw samen met de gemeenten. Hoe zit die regelgeving precies in elkaar? Ja, ik zal eerst vertellen dat de gemeenten die zijn onze opdrachtgever. Ik heb veel contact met rioolbeheerders en soms met projectleiders. En als er problemen zijn in de riolering, qua verstoppingen of aandachtsgebieden, dan laat ze ons dat weten. Soms met foto's, soms met filmpjes. De regelgeving in Nederland, heel globaal gezegd, er is het activiteitenbesluit. In het activiteitenbesluit staat regelgeving, staat milieuregelgeving, staat voorschriften in. En die voorschriften hebben onder andere betrekking op het bereiden van voedingsmiddelen. Als een bedrijf voedingsmiddelen bereidt, dan moet hij een vetafscheider hebben. Dat staat in het activiteitenbesluit. Daarin staat ook aan welke NEN-norm die moet voldoen. En in de NEN-norm staat hoe de put gedimensioneerd moet zijn, hoe je hem moet onderhouden, hoe vaak die geleegd moet worden, al dat soort dingen. En hoe weet een bedrijf nou wanneer die dat moet hebben? Vaak moeten horeca of restaurant eigenaren moeten een horecavergunning aanvragen. Als die aanvragen, krijgen ze ook een formulier mee waarin staat: u moet ook nog een milieumelding doen in het kader van het activiteitenbesluit. En u moet een vetafscheider hebben. Ik denk dat je gewoon al heel veel zaken beantwoord hebt op mijn volgende vraag. Maar wat ik zou nog willen verduidelijkt zien is het verschil tussen toezicht houden en handhaven. Kan je daar even een uitleg over geven? Ja, je begint met toezicht houden. Dus je weet dat een bedrijf zit en afhankelijk van de milieuzwaarte kom je vaker bij een bedrijf of minder vaak. Horecazaken komen we niet zo heel vaak tenzij er klachten zijn. Als we naar een horecazaak toe zijn, helemaal nu maken we een afspraak in verband met de ruimte, dat je elkaar wel even kan spreken en toch die anderhalve meter in acht kan nemen. Dan vervolgens kijken we naar nog meer dingen dan alleen de vetafscheider. Maar als we het over de vetafscheider hebben, dan willen we hem graag zien en we willen graag ledigingsbonnen hebben. Dus wanneer is die vetafscheider voor het laatst geleegd van vet en gereinigd? Daarnaast trekken we de put ook open en dan kijken we erin. En dan hopen we altijd dat de eigenaar meekijkt en zegt: goh, dat is vies. Dat klopt, maar dan weet hij wel waarover hij het heeft en wat er onder die deksel zit. Als we die put open hebben, dan kijken we hoe die put eruit ziet. Met name de metalen putten, die kunnen nog wel eens doorroesten. Dus dan kan je je voorstellen dat die put niet meer goed werkt. Voor de rest maken we een inschatting van de vetlaagdikte. Want in de NEN-norm staat dat bij een bepaalde vetlaagdikte moet die vetafscheider geleegd worden. Anders werkt die niet meer goed en dan slaat de vet door naar het openbaar riool.
Dat willen we niet. Daarvoor hebben we die vetafscheider nodig. Dus daar maken we een inschatting van. En nou, vaak is het zo dat dat niet goed is. En dan moeten ze hem alsnog legen. Als we kijken naar het aantal milieucontroles op het gebied van vetafscheiders, voldoet 40% bij de eerste controle niet. Dat wil zeggen dat ze of geen vetafscheider hebben, of dat ze geen afvoerbonnen hebben, of die put niet hebben laten legen. Dus dat is ja, best wel een heel hoog getal, wat natuurlijk heel erg jammer is, want het liefst wil je natuurlijk dat er een put is en dat die ook goed werkt en goed wordt onderhouden. Van die milieucontrole, daar heb je het met de ondernemer over. Je zegt wat hij moet doen en dan krijgt hij een brief. In die brief staat nog een keer wat hij moet doen en hoeveel tijd hij krijgt om die overtreding, want daar hebben we het dan over, ongedaan te maken. Na die termijn gaan we terug. Heeft hij het dan nog niet gedaan, dan krijgt hij een volgende brief en dat heet dan voornemen dwangsom. Dat valt in Nederland onder bestuursdwang, zo heet dat. Een voornemen dwangsom en dan krijg je weer een bepaalde periode, vaak korter, om de overtreding ongedaan te maken. In dat voornemen dwangsom staat al wat het hem gaat kosten als hij niet gaat voldoen. En een beetje afhankelijk van de gemeente kan dat oplopen tot 3000 euro. Dat is een serieus bedrag, genoeg om hen te doen schrikken. Ja, vaak wel. Maar schrikt hij niet, dan krijgt hij na die termijn, voldoet hij dan nog niet, krijgt hij een definitieve dwangsom. En daarna kunnen we dat bedrag gaan verbeuren, dus bij hem gaan innen. Maar het doel van een dwangsom is om de overtreding ongedaan te maken. Dus we hebben liever dat hij gewoon die overtreding ongedaan maakt, dan dat we het geld gaan innen. Dus toezicht is het voorstuk en handhaving, dat is als een ondernemer niet wil voldoen en als we maatregelen moeten treffen, zoals een dwangsom, om het wel voor elkaar te krijgen. Ja, dat is een zeer gedetailleerde uitleg alweer. Dank je wel, Sylvia. We zijn bijna aan het einde gekomen, maar ik zou je nog graag iets willen vragen om af te sluiten. Dus vandaag, wat zit er goed? Dat is de communicatie met de gemeenten. Jullie weten precies waar de problemen zitten, de uitdagingen. Zijn er nog andere aspecten waarvan je zegt van kijk, in de toekomst willen we X of Y veranderen, dat is voor verbetering vatbaar? Ja, zat ideeën. Wat we nu vaak tegenkomen is dat een bedrijf wel ergens zit en dan na verloop van tijd dan komen de toezichthouders en dan zeggen we je moet een vetafscheider hebben. En dan schrikken ze vaak of ze weten het niet, nou, wat dan ook. Dus ik zou graag, het zou mooi zijn als je vooraan, het liefst nog voordat hij zijn deuren opent, dat je dan kan zeggen, luister, je moet een vetafscheider hebben, doe dat nou, anders kan je niet open. Dus ik hoop dat we toe kunnen gaan naar nog meer informatief informatie geven en sturen aan de voorkant voordat hij open gaat of als hij net open is. Voor de rest zie ik nog dat informeren heel erg belangrijk is, dat veel ondernemers geen idee hebben waarom ze überhaupt zo'n ding moeten hebben en wat het probleem nou eigenlijk is. Weet je, de vetafscheider loopt meestal wel door, het probleem komt pas in het openbaar riool. Dus dan hebben zij er geen last van. En de gemeente die maakt het wel schoon. Dus ze zien ook het probleem niet, ze ervaren het probleem niet. Dus daar meer informatie over te geven. En mogelijk kunnen we dat doen via bedrijven contactpersonen die voor gemeenten vaak werken. Dat is vaak een positie tussen de gemeente en de bedrijven in. Die staan vaak ook dicht bij de bedrijven en die hebben daar ook hun contacten. Mogelijk dat we hun via hun informatie nog kunnen delen. En misschien via bedrijvenverenigingen. Ja, dat is een heel goed idee. Eigenlijk willen jullie minder handhaven of alleszins de handhaving taken kunnen verminderen dankzij een betere inzicht en begrip over het afvalwater dat bedrijven lozen. Ja, het doel is om minder vet in de riolering te krijgen. Per 1 januari 2021
komt er in Nederland een hele grote wetswijziging. Dat gaat de omgevingswet heten. En in die omgevingswet gaat een deel milieuregelgeving en bouwregelgeving en ruimtelijke ordeningregelgeving wordt samengevoegd. Met dat samenvoegen vallen een aantal voorschriften, waaronder de vetafscheider, daaruit. Dat betekent dat gemeenten dat zelf moeten gaan regelen in hun omgevingsplannen. Ik zie mogelijkheden om daar nog dingen beter te kunnen regelen, misschien makkelijker kunnen regelen, ter bescherming van het riool. Mogelijk misschien met controleputten of andere mogelijkheden. Misschien zelfs andere technieken. Dus, ja, dus wie weet, ik zie mogelijkheden en ik hoop dat we dat kunnen voorstellen voor al onze gemeenten en dat dat dan ook breed gedragen wordt. Want we moeten het samen doen. Dus ik hoop dat we hier als omgevingsdienst ook een mooie rol in kunnen en mogen spelen. Ik ben blij om hiermee af te sluiten, Sylvia. En ik zou je heel graag willen bedanken. En mogen leden van de Fabburg Forum, mogen zij jou contacteren mochten ze nog vragen hebben? Of om gewoon nog wat tips en tricks uit te wisselen? Ja, natuurlijk. Graag. Leuk. Ja, super. Dan rest mij nog een goede dag te zeggen. Ik wens je nog heel veel succes in alles wat je doet, Sylvia. Dankjewel, Lily. Bedankt voor dit leuke gesprek. Dat is me genoegen. Doeg. Dag. Ja, Sylvia. Ik wil super.